Yes mensen, welkom bij een nieuwe video van David Fisher Team. Ik ben weer terug bij een geliefde stack van mij. Ik krijg al een beetje last van mijn hooikoorts, want het staat vol met planten. Maar het is een paai stack. Mooie paaischoot waar heel veel vissen van het grote water één keer per jaar terugkomen om te paaien. Voor en daarna is vaak een goed moment om te vangen. Ik ben dit jaar al één keer geweest, dat viel een beetje tegen. Ik had toen nog geen vis gelokaliseerd, maar ik dacht misschien zit het op de bodem. Nog proberen, maar dat was een brenk. En daarna heb ik ze een paar weken al gezien. Niet zoveel als voorgaande jaren, maar wel gezien. En eigenlijk ben ik een beetje bang dat ik nu te laat ben, want ik loop langs de kant en ik zie niks meer. Dus ik hoop dat ik gewoon een paar verdwaalde vissen tegenkom die nog niet uit de paaironde zijn. Terug naar het grote water. Misschien weliswaar afgepaaid, maar we gaan het zien. Dus mooie schoot, één nog gevoerd. Je ziet het, hengeltje staan ook daar. Loopt hier nog helemaal door. Dus ik ben benieuwd. Ik heb gevoerd met de Holtuna, dus ik ga het daarmee proberen. Allemaal met een fel pop-upje. Altijd op twee verschillende manieren vissen. Je weet nooit wat goed werkt. En dan gaan we het zien. Neem je zo mee en geniet van de video. Nou, de rechts is simpel. Je ziet hier een Ronnierig. Een wit-geel pop-upje. De bananen van tigernotenkoop.nl. Staat zo mooi over de bodem. En dan hoor ik daar een bedje. Met deze unit van op. Premium Part Comix. Ja, het is perfect, het is een killer. Mooie pot, houdbaar, 2 liter. En soms doe ik gewoon heel wat voor je met zo'n pot. Elke sessie of elke engel dat ik doe, een schepje erop. En dan prima om aanbeet te verseren. En de andere engel waarmee ik heb gevoerd, de Holtuna. Ook tegennotenkopen.nl. En een mooi systeempje. Visveilig. Even kijken of die doet. Dus je ziet als de vis de rij breekt, dan kan hij door de riders. Even kijken hoor, scherp stukken. Dan kan hij door de riders, kan hij wegzwemmen. En dan is hij kwijt van de montage. Hier is een 20 mm Holtuna bol op met een rugringetje. En ik heb daar een mix van gemaakt. 3 verschillende soorten. Tegenwoordig in het assortiment 24 mm. Natuurlijk de 20 en de 15's. Ja, een perfecte mix is dit met grote en kleine bollen. Dat heb ik gevoerd. Ik ga beginnen met de 20 mm, mocht ik veel last krijgen van witvis of relatief kleine karper, als ze in ieder geval komen, gooi ik een groter aan en dan gaan we het zien. Ik ga alleen nog eens uitleggen, ik heb er zin in. Jongens, hengeltje weer. Ga naar voren. Verspreid en achter de hengel voeren. Niet te veel ervoor. Dat krijg je als van rijden. Zo, niet te veel. Eerst maar eens een aanbeetje krijgen. Zo, hengeltje nummer 2 is ook. Net even 2 handjes van deze voermix bijgegooid. En het is echt heel makkelijk het water. De enige activiteit die ik zie zijn futen met kleintjes. Ziet er ook wel leuk uit, maar daar komen we niet voor. En vogeltjes en noem maar op. Het voor is in voorrang. Ik weet dat de paai al voorbij is, maar het eerste volgende shot dat is gewoon met een vis. We zijn gewoon positief vandaag en het gaat eerder gebeuren dan je denkt. Dus ik zie je zo. Yes jongens, het is inmiddels donker. Het tentje staat, alles geregeld. Ik ga lekker slapen en hopen dat er een vis komt. Anders is het de laatste sessie op dit water voor dit jaar. Dan is het volgend jaar weer een nieuwe kans, maar we gaan het hopen. Ik zie je bij de eerste volgende vis als die komt. Tot zo. Nou ja, je ziet het goed. Een zak met voer die ik ga pakken. Want we hadden goed nieuws. Het is 2 uur. En de eerste vis zit in het net. Ik had het niet verwacht. Een hele mooie
Niet groot, maar hele dikke, hoge schub. Wel vet. Van het stekje onder de brug. Dus ik ga meteen voeren. Ik heb niet veel gevoerd. Dus mocht er nou in een groepje zwemmen, dan kan ik de anderen ook even nog aan de praat houden. Dus ik ga meteen eerst even voeren voor de concentratie. Twee jongens even genoeg. Dan ga ik hem je laten zien. Nou jongens, daar is hij dan. Ik heb Tom even de weegschaal erbij gepakt. Ik weet niet wat ik zie als ik hem uit het water haal. Die vis is zo bizar rond. Het werkt net een spiegel. Maar het is een schub. Dus dat is echt heel gaaf. Denk uitgezet. Het is geen natuurlijk schub uit zichzelf met zo'n hoge rug. Maar heel vet. Safety systeem ben ik het doodje mee kwijtgeraakt. Even kijken hoor. Op de Hotunabol van tijdenkoper.nl. Kijk, ik zal deze even weg doen. Deze ook even doen. Dan ga ik hem meteen even wegen. Wegen staat al op nul. Hier. Dat is toch leuk? Dat is toch leuk? Kijk eens even, wat een bizar gaaf visje. Ja, kogeltje rond. Super vet. Breed. Mooie punt gaaf, mooie bekkie. Ja, dit is ook over 10 jaar nog keer van. Hè? Ik denk dat dit over 10 jaar is het gewoon een 40. Als je zo door blijft eten. Maar ja, super vet. Ik zal even kijken of ik hier wat gevoerd heb. Of wat gegeten heb van de voerstek. Eén dag gevoerd. En dat is mooi. Ik zal de andere kant maar laten zien. Heel blij mee. Ja, dit is vet. Ik ga een fotootje maken en dan mag hij weer terug. Zo, jongens. Hij mag weer gaan. Even kijken of we enigszins bij gaan komen. Wow. Wat een vis hier. Bizar, nou ik zie je over 10 jaar nog eens jongen. Of dame. Wat een buikje joh. 8,8 kilo. Maar echt een leuke vis. Ga maar. Bedankt. En ik zie je bij de volgende vis. Lekker hoor. Hey, jongens, ik weet niet wat ik meemaak. Het is ondanks een uur later. Ik had net weer te slapen. Gaat opeens mijn andere hengel af. Het kleine pop-upje met een beetje premium partcomix eromheen. En kijk eens even wat er aan hangt. Een spiegel om u van te zeggen. Hoe zeg je dat? Om u tegen te zeggen. Ik ga even een ander lampje aanzetten. 1, 2. Hoppakee. Op het geel-witte pop-upje. Daar ligt hij. Kijk, mooi perfect in het onderlipje gehaakt. Ik ga hem zo meteen. Hij is er al uit. Laten kijken. Hij is al ontwaakt, ideaal. Maar kijk eens even wat een spiegel dit is. Wat, yo. Hier ben ik toch blij mee. Ongelooflijk. Ik schat hem een keertje of 10, 11. Maar dit is fantastisch. Dit geeft me heel veel voldoening. Uit de pijsloot. Komt van het grote open water. Yes, ik ga een film voor jullie. Nou, dames en heren. We gaan ons eerst even wegen. Ik ben heel benieuwd. Ja hoor, precies 10 kilo. Lekker. Mooie vis hoor. Kijk eens even. Hier naartoe dan. Heerlijk jongens, dit is genieten. Zoals ik zei, 15 mm. Wit-geel pop-upje. Bananensmaak. Keren in het voorjaar. Gaat altijd af. Met een twee handjes premium partcomix erop. Tussen de lelies. Goed uitzoeken dat je een pakje hebt zonder wier en lelies op de bodem, anders ga je niks vangen. Ah, dit is toch ongelooflijk jongens. Dit is ongelooflijk. SKP. Maar van het open water. Die zijn voor mij altijd een stuk waardevol. Een stuk blijer mee.
van een putje. Ja, wat een vis is dit. Ik ben er super blij mee. Ik ga hem voor jullie op de foto zetten. En dan mag hij weer zwemmen. Mooie nacht. Ik had niet verwacht. Helemaal geen vis meer gespot. Maar zoals hier, je moet wel eens wat doen wat tegen gevoel ingaat. En het wordt beloond. Nu al twee super mooie vissen. En wie weet wat er nog komt. Een beetje onhandig met één hand. Daar gaat hij. Yes, super. Yes, joh. Dat is me het nachtje wel. Het is nu 3:15. En hengeltje liggen weer. Spot on. En ja, ik vind het toch bizar. Dan zie je heel de week geen activiteit. Gisteren wezen korsten. Uurlang open struinen, geen vis gezien. Vaak ging ik zonder. Met moeite mijn schoenen ging naar de visstek toe. Maar ik had zoiets van, ja, als ik nou niet ga, dan krijg ik spijt van dat ik dat dit jaar niet ben geweest. Dus dan maar een nachtje brengen, dan heb ik tenminste een goed gevoel voor mezelf. Dus ik ging echt totaal tegen mijn gevoel in. En toch nu twee hele mooie vissen. Super blij dat ik ben gegaan. Maar het is wel grappig, ik zat te denken. Ik vond nu weer een spiegel op het geel-witte pop-upje. Met dat scheppie Portcomix erop. En dat is echt al jaren achter elkaar een succesvolle combinatie. Ik kan nu even een paar vissen laten zien. Die ik eigenlijk op dezelfde manier heb gevangen. Ik vind het goed. Het is een goede rek, hè? Ik ga hem zo even wegen. Dat is natuurlijk goed voor die uitzetting om dat in de gaten te houden. Ja, een prachtig beestje. Dat is niet normaal. Dan gaan we gaan. Wat een beest. Net is die andere weer op de mooie combi. Boekbijt met een geel-witte pop-up. 39koop.nl. Dit zijn toch wel praatjes, hè? Ik wil weer blijven. Fantastisch. Nou, we gaan. Prachtig spiegel, uitzetten. SKP. En weer op de Ronnie met de witte pop-up. Ik had er een kiertje van 10. Ik had er een goed gevecht aan. Van deze tag. Ik had eigenlijk wel meer aanbieding verwacht. Nu de paaitijd. Ik denk dat de meeste vissen alweer terug zijn naar het grote water. Ze zijn niet altijd maar even op dit water. Dus, En het gekke dat ik ook een schub ving op de. Of de meerdere schubs die ik ving, dat allemaal op de bollen was. Dus toeval bestaat niet misschien. En de spiegelkeer die heb ik inmiddels in huis. Dus morgen gaan we werken. Ik doe de camera weer weg. Ik ga snel slapen. Hopen nog een paar uurtjes te pakken. Heel misschien nog een visie. Maar ik ben nu al meer dan tevreden. Gezellige nacht. Ik zie u bij het volgende shot. Dames en heren, goedemorgen. Het is vroeg. Inmiddels is het 6:57. En de nacht is voorbij. Super slecht geslapen. Zelfs de laatste uurtjes na drieën, na 3:30, toen ik die spiegel had, amper geslapen. Veel waspiepjes gekregen, het ging me harder waaien. De tent ging heen en weer. Rauwe. Dus ik doe het vandaag overleven op koffie, heb ik het idee. Maar goed, hè. Als dat is, wel een super vette nacht gedraaid. Twee hele mooie vissen. Ik ben blij mee ben. En ik denk dat ik nog wel even doorgaan met voeren. Ik denk 500 gram per dag voeren, niet te veel. Nog een sessie vissen, misschien aan deze video toevoegen. Dan ga ik het gewoon volhouden tot ik de aanbeten blijf stoppen. Twee aanbeten per nacht ben ik 7 meter, prima. Dan gaat die echte bak vanzelf een keer tussendoor schieten. En twee nachten, of twee vissen per nacht, prima. Met de wetenschap dat ik die dag erna moet werken. Ik moet even een beetje wakker worden, ik wil wat eten. Over 20 minuten opgeruimd zijn, spul in de auto hebben. En dan even snel douchen thuis en dan naar mijn werk. Zo, goeie avond, dames en heren. Eerste Pinksterdag, 9:45 s'avonds. Net even lekker met vrienden wezen barbecue. En ik ben weer terug op het water. Je ziet het. Tentje staat. Het is donker. Bijna. Dus ik ga snel even opbouwen. Hetzelfde recept als de volgende keer. En dan hopen we dat we een visje gaan vangen. Ik ga het opbouwen. Dan spreek ik. Zo, de richtjes liggen daar. Een Ronnie richt en een hot tuna bowl. Simpele richtjes. Ronnie richt natuurlijk met het banaan pop-upje. Ik heb er vorige sessie veel over gesproken. Spiegelvinger op. Ik heb hier twee diameters door elkaar gemixt.
is net, net wat je wil. Er zijn meer varianten verkrijgbaar. Tijgernootkoop.nl. En ja, dat is een topcombi. Hier ga ik straks een schepje particle mix overheen gooien. En dat is het. Boren voer ik verspreid achter de hengel. Eigenlijk hetzelfde verhaal als de vorige sessie, dus dat ga ik niet allemaal filmen. Dus ik zou zeggen, het volgende shot is gewoon als het iets van actie is. Dat is wel eens leuk. Ik zie je straks, hoop ik. Zo dames en heren, is dat even mooi. Het is 5:12. Ik zat op mijn telefoon, ik zie hem nog niet eens. En opeens gaat de volgende pop-up engel af. En weer een mooie spiegel. Dus ik zei het al. Elke keer op de pop-up vang ik mooie spiegels. En nu wederom. Daar ben ik zeer blij mee. Mooie SKP. Wederom. Ik had hem een kilootje of, ja, het zal zijn 7 of 8. Niet heel zwaar. Ik zal hem zo aansluitend even wegen voor jullie. De andere kant ook even laten zien. Maar dit is toch alweer een goed begin. Ik zei het vorige video, of de vorige sessie ook, van de... Ik zie weinig activiteit meer, ik weet niet of de vis er nog zit. Ze komen hier voor de paaien, maar ja, als ze door blijven gaan, dan zitten ze er nog. Dus dat is mooi. Het is nog vroeg, dus misschien vang ik er nog eentje bij. Goed voor het vertrouwen dit. Ik ga maar even wegen. Precies, 8 kilo. Dus dat is mooi. Ik maak een foto en dan mag hij weer terug. Ja jongens, het is toch ongekend, maar het recept heeft weer gewerkt. Premium particle mix. Ik zal even laten zien wat erin zit. Het is dus boekweit, tijgernoten, volgens mij tarwe, hennep zie ik. En volgens mij zit ook nog stukjes mais in. Het is gewoon heel veelzijdig en echt een kilo in het voorjaar. Al doe je een schepje in het water, zie je de olie ervan afkomen. Nou, wat ik doe, ik gooi de hengel met de pop-up net iets achter de reeds, dat je niet vast kan komen te zitten. En dan 2 schepjes van deze jongen erop. Ja, dat is niet normaal. Die spiegels die blijven achter elkaar komen. Dus zojuist weer hengel ingerecht. Het is 12 uur nu inmiddels geweest, dus ik ga slapen. En ja, ik verwacht dat hij dan nog een keer afgaat. Ik heb veel vertrouwen erin. Dus, Zo, dames en heren, een goede nacht. Het is 4:30. En kijk eens even wat we hier hebben. Hij is een beetje spastisch. Maar dat gaat er vanzelf over. Maar ja, 4:30 zoals ik zeg. Mooie schub, sterk was die. En terwijl ik de hengel oppakte, dacht ik van, ah, dit moet wel weer een spiegel zijn. Hij kwam van de pop-up hengel en ik zat natuurlijk stoer te doen. Zojuist dat alleen maar spiegels oplevert. Maar niets is minder waar. Dit keer een mooie schub. Afgepreid, dat zie je wel. En ja, is iets zwaarder dan de vorige keer. Ik denk een kilo of 10. Zullen we nog even wegen. Maar ja, afgepaaid. Zullen het zien bij de vis toch enigszins hangen. Of ze gaan ja, van de week weg naar de grote wateren. Dus mooi dat we er toch nog gebruik van kunnen maken. Paaistek. Ja, mooie vis. Zoals ik zei, op de pijnappel. Nee, op de bananen pop-up. En dan mogen we gaan. Goedemorgen, dames en heren. Inmiddels dicht. Hij ging... ging al nog een keer af. Je hebt toch geel, witte pop-up en ja, kleinste van het stel. Ik schuppie, niet zo sterk. Fotootje maken en dan mooi terug. Zo dames en heren, na deze vis om wat was het, 7:30, 7:30 bleef het eigenlijk stil. Ik ga nu inmiddels opruimen. Het is een uurtje of 11. Het onderlijntje is geknoopt. Dus hier bij het einde van de video. Vond je het leuk? Van blauw duimpje omhoog. Wil je een keer wat anders zien? Laat het ook even weten in de comments. En ja, er komen natuurlijk weer dikke Frankrijk video's aan. Chit is nu zijn eentje in Frankrijk. We gaan nog een keer met z'n tweeën naar Frankrijk of Slovenië. Dus blijf zeker op de hoogte. Abonneer voor meer. En dan zien we jullie volgende week. Later.